Goedenavond, mijn naam is Dirk de Wolf, administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid. We hebben vandaag de lokale besturen en de zorgraden uitgenodigd om wat inzicht te verschaffen in het vaccinatiegebeuren nadat, zoals u weet, de vaccinatiecentra zullen sluiten, ten laatste op 31 december eerstkomend. Dus van harte welkom. Ik ga eerst het woord geven aan onze minister, die een videoboodschap heeft voor ons klaargemaakt. Hallo allemaal, het is bijna zover. De vaccinatiecentra sluiten binnenkort de deuren. Bijna 2 jaar na de eerste coronaprik in Vlaanderen laten we het hoofdstuk van de grootschalige vaccinatiecampagnes achter ons. 16 miljoen uitnodigingen en 17 miljoen toegediende vaccins later wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de inrichting en de werking van onze vaccinatiecentra. Het tomeloze engagement en de inzet van velen zorgden ervoor dat Vlaanderen een van de meest gevaccineerde en dus best beschermde regio's ter wereld werd. Maar het succes van onze Vlaamse vaccinatiecampagne zou er niet geweest zijn zonder de medewerking van de lokale besturen, de zorgraden en alle partners binnen de eerste lijnzones. De samenwerking is intensief en constructief geweest. Zo speelden zorgraden een pioniersrol bij het opzetten van de vaccinatiestrategie en het beheersen van lokale COVID-uitbraken. De lokale besturen hebben daar meteen hun schouders onder gezet. En samen is ervoor gezorgd dat de vaccinatiecentra snel operationeel waren. Door het grote lokale engagement en de vele vrijwilligers werd de grootste logistieke operatie sinds de Tweede Wereldoorlog een groot succes. Uit de grond van mijn hart een dikke, dikke dankjewel. Toch blijven we waakzaam. Het coronavirus is nog niet helemaal verdwenen. En zal dat ook nooit meer zijn. De sluiting van onze centra mag dan wel een mijlpaal zijn. Het vaccineren tegen COVID-19 gaat verder. Zo komen we vanaf januari in een overgangsfase terecht, waarbij de coronavaccinatie geleidelijk aan ingekanteld wordt in het reguliere vaccinatiecircuit. Huisartsen en apothekers zijn de afgelopen weken al ingeschakeld. Dankzij de medewerking van de vaccinatiecentra beschikten zij over een voldoende voorraad. We bereiden ons ook voor op mogelijke andere virusdreigingen. En we doen dat door de monitoring naar infectieziekten uit te breiden. Ik wil daarbij de ervaringen die we de afgelopen 3 jaar hebben opgedaan niet in de schuif laten liggen. We bereiden op dit ogenblik een grote vaccinatieconferentie voor. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024. De doelstellingen van het vaccinatiebeleid voor de komende jaren zullen er worden uitgestippeld. En de ervaringen van de COVID-vaccinatiecampagnes zullen worden meegenomen. Beste mensen, het einde van onze centra is in zicht, maar hun succesverhaal toont aan dat een crisis niet alleen tragische verhalen met zich meebrengt, maar ook mooie en hoopgevende momenten kent. Overal in Vlaanderen zijn vrijwilligers opgestaan om hun medemensen te helpen. Iedere Vlaming die in de vaccinatiecentra langsging, kon aan de lijve het enthousiasme van die duizenden vrijwilligers ondervinden en een toch wel sublieme organisatie ervaren. En het zou allemaal niet mogelijk geweest zijn zonder steun van de lokale besturen, de zorgraden en alle partners binnen de eerste lijnzones. Vandaar nogmaals van harte dank u wel. Ja, dan gaan we heel even naar de agenda kijken van het komende uurtje. U heeft de videoboodschap van onze minister Hilde Krewits gezien, uiteraard. Ik ga nog heel kort inleiden. Nadien gaan we het hebben over de afhandelingsprocedures met betrekking tot de vaccinatiecentra. De transitiefase naar het reguliere circuit. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad over COVID-19-vaccinatie. En wat de vragen betreft zouden we willen suggereren dat u gebruik maakt van de vragen en antwoorden
mogelijkheid die je bovenaan het scherm vindt, normaal gezien. Oké, heel even kort voorwoordje nog en even situeren. Dus ik sluit mij uiteraard van harte aan bij de dankwoorden van onze minister Krevits aan jullie adres, uiteraard. Zij heeft ook vermeld dat het virus is niet weg. Nee, er circuleert op dit moment heel veel virus zelfs. We zien ook een uitbreiding van de epidemie. Maar zonder overbelasting van onze ziekenhuizen of de intensieve zorgen tot dusver. Het grote verschil natuurlijk met het begin van de pandemie is dat wij allemaal een collectieve immuniteit hebben opgebouwd door vaccinatie en door natuurlijke infecties. Dat is momenteel anders in China, zoals u heeft begrepen uit de media. Voor de komende wintermaanden, en dan hebben we het over januari, februari, maart, wordt geen nieuwe grootschalige vaccinatie tegen COVID-19 in het vooruitzicht gesteld. De Gezondheidsraad stelt dat het niet aan te raden is in de huidige context waarin we dus nog steeds te maken hebben met subvarianten van de Omicron-variant. Waar gaan we dan wel naartoe? Het najaar van 2023 tekent zich af met een herhalingsinenting. Zeker voor de 50-plussers en de personen met immuunstoornissen. En dat gaat waarschijnlijk kunnen gebeuren met een combinatievaccin, dus één spuitje, waarin zowel het griepvaccin vervat zit als de COVID-19-vaccin. Dus zowel de firma Pfizer als de firma Moderna werken eraan en ze hebben er goede hoop op dat dat dus klaar zal zijn voor het komende najaar 2023. Dus maar zover is het nog niet. Dan zal het reguliere circuit van start gaan in het najaar. Dus dat wil zeggen bedrijfsgezondheidszorg, huisartsen, apothekers. Maar tussenin gaan we het nu heel even hebben over die overgangsfase. En dan geef ik nu graag het woord aan Rudy Overloop van ons agentschap. Dit zal hebben over de afhandelingsprocedure voor de vaccinatiecentra. Ja, goedenavond iedereen. Even een paar korte dia's over de afsluiting van die vaccinatiecentra. We komen daar later in de presentatie nog op terug, maar het is de bedoeling dat de resterende voorraad van vaccins en vaccinatiemateriaal, dat die worden verdeeld over de vaccinatoren in de eerste lijn, zijnde de apothekers en de huisartsen. In de loop van januari is er ook nog een ophaling gepland van het medisch afval en van het resterende materiaal. Ja. Wat betreft de goederen, die materialen die aangekocht zijn met subsidies, enerzijds verstrekt door het agentschap Binnenlands Bestuur, anderzijds door het agentschap Zorg en Gezondheid. Dus de goederen, de aankopen die gefinancierd zijn door het agentschap ABB, die mogen verder in gebruik genomen worden door lokale besturen voor hun dagelijkse werking of speciale gelegenheden. Wij vragen wel dat zij snel terug inzetbaar zijn in geval van een nieuwe crisis. De aankopen die betaald zijn met middelen die Zorg en Gezondheid heeft verstrekt, die gaan naar de zorgraden. Als er penvoerende organisaties zijn die materiaal gebruikt hebben, bijvoorbeeld laptops of ander materiaal, die maken daarvoor dan de nodige afspraken met de zorgraden voor het verder gebruik daarvan. Als er vragen zijn over de subsidies voor infrastructuur, dan moeten we hier doorverwijzen naar de collega's van het agentschap Binnenlands Bestuur. Er staat ook informatie in het draaiboek Sluiting Vaccinatiecentra. En misschien kan je eerst daar eens gaan kijken of het daarin al vermeld staat. En anders dan gelieve contact op te nemen met het agentschap Binnenlands Bestuur zelf. Wat betreft het personeel in de vaccinatiecentra. Dus dit is vooral van toepassing voor de zorgraden, maar er zijn ook een aantal lokale besturen die penvoerende organisatie zijn geweest. Dus we hebben gecommuniceerd aan de zorgraden dat bepaalde handelingen in 2023 nog kunnen uitgevoerd worden in het kader van de afsluiting van het vaccinatiecentrum, het opstellen van de financiële rapportering, het afsluiten van de boekhouding, de administratieve opkuis. Dus daarvoor kunnen nog een beperkt aantal personen volgend jaar, dus in januari, februari, aan de slag blijven. Wij denken dan in hoofdzaak
aan de beleidsmedewerker en de HR-manager. Eventueel kunnen daaromtrent nog andere afspraken gemaakt worden. Maar dus het gaat om maximaal dus 1 à 2 maanden. En een gedeeltelijke inzet van 2 profielen is daarvoor mogelijk. De zorgraden kunnen daarvoor een provisie aanleggen om die facturen die in 2023 nog ingediend worden, om die nog dus te kunnen financieren dus volgend jaar. Er is ook vanaf 1 januari een centrale helpdesk. Dat is eigenlijk het nummer van de huidige certificatenlijn. Die krijgt een nieuwe naam, Helpdesk COVID. Ja, dat is het nummer 078-78-78-50. Dat wordt ook wel wat uitgebreid, de dienstverlening die via dat nummer kan verkregen worden. Dus ook vragen over vaccinatie, die kunnen via dit nummer gesteld worden. Het is dan de bedoeling dat de lokale helpdesk dus afgesloten wordt met een automatische boodschap die toch minstens nog een drietal maanden zou moeten te beluisteren zijn. En dan de inhoud is dat u de personen contact opneemt met de huisarts of de apotheek in de buurt. En daarin kan dan ook doorverwezen worden naar het helpdesk COVID-nummer dat wij dus daar juist al vermeld hebben. Dus ook in de andere communicatiekanalen, de website en dergelijke, kan de communicatie op deze manier dus opgevat worden. Goedenavond. Ik ga u dan iets meer vertellen over hoe we de overgangsfase zien richting het reguliere circuit. En we spreken nog altijd over overgangsfase, omdat een aantal voorwaarden om echt te werken volgens het reguliere circuit, zoals we dat ook voor bijvoorbeeld de griepvaccinatie doen, op dit moment nog niet vervuld zijn. En deze voorwaarden liggen extern aan het agentschap. Volgende graag. Ja, dus vanaf 1 januari gaan we in deze overgangsfase stappen, waarbij de vaccinatie zal geregeld worden via de reguliere vaccinatoren in de eerste lijn. Dat zijn de huisartsen, de thuisverpleegkundigen kunnen dat doen in opdracht van een arts en de apothekers voor COVID toch. We gaan even over de verschillende stappen lopen van die overgangsfase. Ik ga ze hier niet opnoemen, we komen er meteen zo op terug, stap voor stap. Volgende slide graag. Ja, dus als we kijken naar het beheer van de vaccins, dan verandert daar eigenlijk voor jullie zeker en vast niet veel. Hè. Dus we blijven nog steeds vaccins, overeenkomsten hebben voor de aankoop van de vaccins via de Europese, via Europa. En dus hangen we daar nog steeds aan vast voor de volgende jaren aan die vaccinaankoop. Dus die centrale bestelling gebeurt via de FOT, Volksgezondheid. Het agentschap neemt echter wel het beheer van de centrale Vlaamse stok op, zoals ook dat tot nu toe het geval was. Voor de eerste lijnsactoren is er in het beheer van deze stok of beheer van deze vaccins of aankoop natuurlijk geen rol weggelegd. Volgende slide graag. Wat de vaccinatoren betreft, zij zullen absoluut kunnen bestellen. Voor COVID-vaccins. En die bestellingen kunnen door de erkende vaccinatoren gedaan worden, de apothekers, de artsen. En we zullen daarvoor nog meer informatie in detail rondsturen over welke hoeveelheden moet je minimaal bestellen, welke tijdsperiode kan je bestellen, hoe lang duurt het nadat je besteld hebt voordat die vaccins dan bij jou terechtkomen, etc. Dat krijgen jullie later nog in jullie mailbox. De bestellingen die geplaatst zijn, worden besteld via Vaccinet en die zullen ook via Vaccinet doorstromen naar de logistieke partner die dan verder zal zorgen voor de distributie en het transport. Volgende slide graag.
Ja, wat uitnodigen van de burger betreft, we stoppen met de centrale uitnodigingen. Dus we gaan geen brieven meer versturen vanuit het agentschap. De gelegenheid of de indicatie voor een vaccinatie zal gebeuren zoals die nu ook voor andere vaccins gebeurt, namelijk in samenspraak tussen de vaccinator en de burger. Het kan zowel op initiatief van de vaccinator zijn of op vraag van de burger zelf om voor die toediening die de vraag kan stellen. Volgende. Ja, ook voor het maken van de afspraak van het vaccinatiemoment zullen we geen tools meer beschikbaar stellen. We gaan geen brieven meer uitsturen. We gaan dus ook geen pre-booking of boekingssysteem meer aanbieden. Dit zal ook gebeuren in samenspraak tussen de arts en of de vaccinator en de patiënt. En de burger zal dus zelf een afspraak moeten maken bij een van de beschikbare vaccinatoren in zijn of haar buurt. Volgende graag. Ja, dus zoals ik al zei, eens dat de vaccinatoren een bestelling geplaatst hebben van de vaccins in Vaccinet, zal die bestelling doorgegeven worden aan de distributiepartner, die dan de vaccins zal transporteren naar de vaccinatoren. En in tegenstelling tot de huidige wetgeving komt er zeer binnenkort, en normaal gezien vanaf 1 januari, valt nog te bevestigen, maar in principe vanaf 1 januari zal er een nieuw KB zijn waarin dat stelt dat de transportpartner vaccins, dus dozen met vials, kan afleveren zowel bij apotheken als bij huisartsen. Een apotheker kan op zijn of haar beurt de vaccins ook gebruiksklaar maken voor andere erkende vaccinatoren. Dat betekent dat hij zowel kan fractioneren als spuitjes optrekken. Ja, volgende graag. Eens dat je gaat vaccineren, dat geldt zowel voor COVID-vaccinatie als voor elke andere gratis ter beschikking gesteld vaccin, namelijk dat we verwachten dat de vaccinator onmiddellijk of toch zo snel mogelijk na de toediening van het vaccin overgaat tot registratie in Vaccinet. En die rechtstreekse toegang tot Vaccinet, die is er al voor apothekers en voor huisartsen. En ook voor thuisverpleegkundigen zijn we eraan aan het werken om dit mogelijk te maken, zodanig dat zij rechtstreeks kunnen registreren. Volgende graag. Ja. Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse regering ook beslist dat deze inkanteling in het reguliere traject, zoals we zo meteen nog meer in detail gaan toelichten, zal gebeuren. Dus dat wil zeggen dat ze nog eens bevestigd hebben dat op 31 december de vaccinatiecentra ophouden te bestaan en dat we dan ook geen beroep meer doen op de centrale IT-systemen. Dat we vanaf 1 januari 2023 de overgangsfase naar het reguliere proces starten en dat we dit zullen blijven aanhouden zolang er een gemeenschappelijke Belgische aankoop is van vaccins, dus zolang de contracten met Europa eigenlijk stand houden en zolang er ook een contract is met de huidige transportpartner Movianto. Onze minister is belast met de uitvoering van deze beslissing. Volgende graag. Ja, nu zien we die overgangsfase dan meer concreet vanaf 1 januari. We voorzien eigenlijk dat de stok aan vaccins die momenteel zich nog in de vaccinatiecentra bevindt, zal herverdeeld worden naar de huisartsen en de apothekers in de omgeving van het vaccinatiecentrum. En we nemen eigenlijk een voorafname dat we denken dat er tussen eind januari en begin augustus eigenlijk geen echte behoefte zal zijn om een nieuwe vaccins aangeleverd te krijgen. We komen daar zo meteen nog op terug. We zullen evenwel een eenmalige bestelling mogelijk maken in januari en ook evalueren eind januari en ook later nog of dat inderdaad zo is en of er toch niet de mogelijkheid moet voorzien worden om opnieuw te bestellen in het voorjaar. Een uitzondering hiervoor zijn de nieuwe vijfjarigen en risicopersonen waar de vaccinatievraag gestuurd is en waar eventueel toch wel op vraag kan voor geleverd worden. Vanaf het najaar van 2023, dus september eigenlijk, voorzien we met ons systeem
dat we een directe opschaling kunnen doen van distributie in functie van de noodzaak. En dat betekent ook in functie van de beslissingen die zullen genomen worden rond hoe verder met de vaccinatie van COVID. We komen zo meteen nog meer in detail terug op dit scenario. Volgende graag. Dan even de werkafspraken voor de eerste periode, dus de periode van januari 23 tot augustus 23. Dus zoals ik al vertelde, vragen we om de resterende stokvaccins uit de vaccinatiecentra om die te realloceren naar apothekers en huisartsen in de eerste lijnzone. Daarnaast, daarbij moet wel rekening gehouden worden met de traceerbaarheid. Dus men moet bijhouden welke vaccins waar worden geallockeerd. Dat betekent dat men lotnummer, vervaldatum, etc. zal gaan noteren en ook bijhouden. Men moet dit doen met respect voor het behoud van de koude keten. En deze manier van werken kan gebeuren zowel voor de basisvaccins als voor de pediatrische vaccins en de boostervaccins. Waarom vragen we om de huidige stok te realloceren en in eerste instantie op te gebruiken? Wel, dat gaat over het first-in, first-out principe, waarbij we proberen vernietiging of verspilling van vaccins tegen te gaan, die over hun houdbaarheidsdatum gegaan zijn natuurlijk. En omdat we willen vermijden om onnodig vaccins te laten ontdooien met een beperkte houdbaarheid die dan niet ingezet wordt. Vanaf eind januari gaan we ervan uit dat we eigenlijk geen nieuwe vaccins moeten laten ontdooien om verder te verdelen. Waarom denken we dat? Wel, alle burgers hebben meermaals de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren via de vaccinatiecentra of ook al bij de apotheker vanaf november of bij de huisarts vanaf november. Momenteel is er geen advies of beslissing om nog een bijkomende booster aan te bieden na de herfstbooster die we tot nu toe hebben aangeboden. En dus achten we de kans ook groot dat de vraag naar de vaccinatie sterk zal dalen en zelfs quasi nul zal worden na eind januari. Graag volgende slide. Toch zullen we voor alle zekerheid een eenmalig bestelmoment organiseren in de loop van januari, waarbij dat artsen en apothekers rechtstreeks zullen kunnen bestellen in Vaccinet. En we zullen dan eind januari en tiental weken later opnieuw evalueren hoe het met de voorraden zit op de verschillende plaatsen om te kijken of we alsnog een nieuw bestelmoment moeten organiseren of niet. Zoals ik al zei, er gaan meer specifieke richtlijnen rond de bestelprocedure nog worden gedeeld met huisartsen en apothekers later deze week. Uitzonderingen zijn de nieuwe vijfjarigen. Zolang de huidige voorraad dit toelaat, kunnen deze natuurlijk ook blijvend gevaccineerd worden, op vraag van de ouders weliswaar. Nadien, als zou blijken dat er toch nog veel vraag is nadien voor die nieuwe vijfjarigen, dan vragen we om dat op regelmatige tijdstippen te doen, dus om een beetje te groeperen, zodanig dat we ook niet te veel verspilling van vaccins hebben. Dan hebben we nog de risicopersonen als uitzondering, bijvoorbeeld mensen die door een behandeling of door een plotse ziekte tot de groep van immuungecompromitteerde patiënten gaan behoren. Die blijven natuurlijk de mogelijkheid krijgen tot vaccinatie, ook in deze periode, en dat zal dan vooral via de ziekenhuizen verlopen. In deze periode, januari tot augustus, zien we nog geen rol voor bedrijfsgeneeskundige diensten, agentschap opgroeien en CLB. Waarom niet? Wel omdat we eigenlijk geen grote groepsvaccinatie voorzien, maar eerder individuele vaccinaties voor uitzonderingen of op individuele vraag. Volgende graag. Vanaf september dan, de volgende herfst, zal natuurlijk, ja, zoals Dirk het al aangaf daarnet, is het vermoeden dat er, weten we nu al dat er een herfstprik zal aangeraden worden voor alle 50-plussers en mensen met meer vatbare mensen, mensen met onderliggende aandoeningen. Maar ook over hoe we dat allemaal gaan organiseren en dergelijke meer, of er nog meer andere beslissingen komen en aanbevelingen komen, is nog niet gekend. De bedoeling is wel dat we daar zoveel mogelijk gebruik maken van het reguliere circuit op dat moment. En dat we dus ook zullen rekenen op apothekers en huisartsen, maar daar ook kunnen rekenen op
bedrijfsgeneeskundige diensten bijvoorbeeld, om die COVID-vaccinatie, net zoals de griepvaccinatie, te gaan toedienen. We hopen inderdaad dat er tegen dan een combinatievaccin zal zijn, COVID-griep, dat dan zal ingezet kunnen worden. Opnieuw zal er een mogelijkheid zijn om vaccins te bestellen. En zullen die bestelfrequentie en het aantal leverpunten per eerste lijn zullen nog bepaald worden, ook in functie van beslissingen die nog moeten genomen worden. En dus ik blijf daarbij. Er zijn nog heel wat vraagtekens daar rond die organisatie, maar die zullen zeker in de komende maanden helder worden. Volgende graag. Ja, misschien toch even stilstaan bij dat advies van de Hoge Gezondheidsraad, hè, de meest recente adviezen rond die boosters. Volgende graag. Dus in november heeft de Hoge Gezondheidsraad eigenlijk haar eerder advies van juni bevestigd, waarbij die heeft gesteld dat ze eigenlijk na de herfstbooster geen bijkomende booster meer aanraden voor de Belgische bevolking in 2023, in de eerste helft van 2023. Men gaat eigenlijk na deze herfstbooster uit van het idee dat één enkele jaarlijkse booster voor de 50-plussers en de risicogroepen zal volstaan. Er zijn eigenlijk geen wetenschappelijke gegevens om bijvoorbeeld bepaalde groepen, zelfs ook risicogroepen in de bevolking, elke zoveel maanden een nieuwe boosterprik te geven. En dat wordt dus op dit moment ook niet aangeraden. Kan wel op individueel initiatief als een arts dat absoluut nodig vindt, maar het is zeker niet groepsmatig aangeraden. Natuurlijk is deze aanbeveling geldig, zolang er geen tekenen zijn van massieve ontsnapping van een nieuwe variant die massief ontsnapt aan de opgebouwde immuniteit. Of als zou blijken dat de immuniteit massief gaat dalen, ook zonder dat er een nieuwe variant optreedt. Of moest het zijn dat er andere vaccins zijn, nieuwe vaccins zijn, die nog veel beter beschermen, nog langer beschermen, nog breder beschermen dan de huidige vaccins. Dan kan deze aanbeveling zeker en vast aangepast worden. Volgende graag. Misschien ook nog even ter herinnering over de 5 tot 11-jarigen. De Hoge Gezondheidsraad heeft het volgende aanbevolen voor de kinderen vanaf 5 jaar. Dus dat kinderen die 5 jaar worden, eigenlijk, of tussen 5 en 11 jaar, maar de meeste hebben die kans al gehad, dat zij een basisvaccinatie kunnen krijgen. Voor alle kinderen met comorbiditeiten of zij die in contact staan met mensen die risico lopen, is het eigenlijk aanbevolen. Voor degenen die gezond zijn, is het zo dat we deze COVID-vaccinatie kunnen aanbieden, maar dat dit natuurlijk op individuele en vrijwillige basis moet gebeuren. Dat wil zeggen op vraag van de ouders of wettelijke voogd. Volgende graag. Ah, we zijn al aan het einde gekomen daarbij. Misschien moeten we even kijken of er vragen zijn toegekomen. Ik denk dat de meeste vragen in de chat ondertussen zijn beantwoord. Er waren wat vragen rond het al of niet kunnen fractioneren door de huisartsen. Er zijn wat vragen gesteld in verband dus met het doorgeven van de provisies. En dan de mogelijkheid om vanuit eerste lijnzones of op een of andere manier toch opnieuw uitnodigingen uit te sturen om dus mensen gemeenschappelijk te kunnen laten vaccineren. Ik weet niet in welke mate dat het nog zinvol is om op een aantal van die vragen nog even wat verduidelijking te geven, Dirk. Je staat gemute.
Ja, ik denk de enige vraag die we nog niet beantwoord hebben is wat met buitenlanders die zich permanent of semi-permanent of nieuw zich in België vestigen. Ik denk hier is dat we mogen zeggen dat de bedoeling is dat ook die mensen een vaccin wordt aangeboden. Of zijn daar restricties in? Ik denk het niet. We zitten niet meer in een tijd van schaarste, maar van overvloed van vaccins. Dus als we daarmee de vaccinatiegraad kunnen optillen, dan moeten we dat doen, denk ik. Hè? Ja. Ja, ik, ja, zeker. Ik zie nog een vraagje, of misschien iemand die zegt, nu is het voor mij nog minder duidelijk wat de bedoeling is. Moeten we niet meer vaccineren tussen januari en augustus, enkel eventueel de nieuwe vijfjarigen? Misschien is het antwoord zo dat we de bevolking al heel veel kansen hebben gegeven om zich te laten vaccineren. Dat het natuurlijk zo blijft dat indien iemand nog niet gevaccineerd is, het nog altijd aanbevolen is om wel een primo vaccinatie op te starten. Dat blijft natuurlijk altijd zo. Maar we verwachten dat de vraag zal afnemen in de loop van de lente naar boosterprikken, zeker en vast. En ook ja, dat de vraag klein zal zijn. Maar ja... De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt ook nog altijd aan van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te halen en daar zeker ook de primo-vaccinatie niet bij te vergeten. Dus als iemand zich aanbiedt met de vraag om nog gevaccineerd te worden en die is nog niet gevaccineerd, dan zou ik zeker zeggen doen als die persoon er komt vragen. Absoluut. Blijkbaar is er nog steeds de vraag niet duidelijk of een huisarts nu mag fractioneren of niet. Ja, die fractionering die is een beetje verwarrend. Hè? Dus je hebt enerzijds de fractionering, dat wil zeggen je hebt een doos van 10 vials met 7 dosissen in elke vial. Een huisarts mag in principe geen, mag een volledige doos ontvangen, maar geen halve doos. Dus als jullie gaan bestellen, huisartsen, dan gaan jullie altijd per doze van 10 vials moeten bestellen. Maar wat wel kan, is dat u uit uw eigen frigo 1 vial neemt en daar 7 spuitjes uit optrekt. En dan aan 7 verschillende patiënten aanbiedt, natuurlijk. Dus het is afhankelijk van wat je bedoelt met fractionering. Een huisarts mag niet een doos in 2 doen. Maar mag wel een vial gebruiken en die optrekken en daar verschillende spuitjes van maken. Is dat duidelijk? Dit lijkt zo te zijn. Oké. Ik kan misschien nog iets zeggen. Ja. Ik kan misschien nog antwoorden op de vraag wat met de vragen vanuit de collectiviteiten en de woonzorgcentra. Daar raden wij aan dat de CRA-arts of de directie zou contact opnemen met nabijgelegen apotheek om zich op die manier te bevoorraden aan vaccins. Dus op de website die vernoemd is van de apothekers kan u zien of een apotheker is ingeschakeld in het vaccinatiegebeuren. Dus maar we gaan geen aparte toelevering voorzien. Naar de woonzorgcentra toe bijvoorbeeld. Die zouden allemaal eigenlijk al hun tweede booster moeten gehad hebben. Dus ik denk dat ook daar de vraag vrij beperkt kan zijn. Maar ja, dus voor bevoorrading zich richten tot de lokale apotheek. Hiermee denk ik dat de meeste vragen zijn beantwoord. En zo niet kunnen die achteraf nog steeds via dit platform worden aangeleverd. Ja, Dirk. Ik denk dat dat een goed voorstel is. Ik denk dat dat een goed voorstel is, Bart. Dus de vragen die nog niet beantwoord zijn, zullen wij nasturen. We zullen ze ook plaatsen op onze website, zodanig dat iedereen nog eens kan nalezen. En deze opname zal ook ter beschikking gesteld worden. Dan hoop ik dat we hier mogen afsluiten.
wensen we u nog een zalig kerstfeest toe en vooral een gezond 2023. En dank u voor het vrijmaken van de tijd op dit moeilijke moment. Hartelijk dank en tot ziens.